We zijn vandaag bij Brandweerzone Antwerpen, waar we in het kader van een renovatieproject van onze seinkamer op zoek zijn gegaan naar een leverancier die ons kon helpen. We hebben gekozen voor de implementatie van nieuwe technologieën, omdat we deze dagen veel verschillende informatiestromen binnenkrijgen in onze seinkamer, waar het heel belangrijk maakt van die op een gestructureerde manier tot bij onze seinkamerwachten te krijgen. Onze seinkamer is 24/7 bemand, zodat we er steeds zijn voor onze burgers en deze op een goede en gestructureerde manier kunnen verder helpen. Ik heb als specialisatie seinkamerwacht bij Brandweerzone Antwerpen. Als seinkamerwacht ben je verantwoordelijk voor het dispatchen van de wagens wanneer dat er interventies binnenkomen en het afwerken van interventies via het dispatchingssysteem. Omdat ergonomie heel belangrijk is binnen onze organisatie, hebben we gekozen voor de CREON desks. Die dragen bij aan onze dynamische werkomgeving. Onze vier desks die we hebben zijn gekoppeld aan elkaar. Dus wij kunnen informatie die wij op onze eigen schermen bestaan doorsturen naar een ander scherm van een collega en ook naar de crisisruimte, zodat de personen die bepaalde informatie moeten zien, ook effectief die informatie te zien krijgen. Onze seinkamer wordt bemand door vier seinkamerwachten, daarom ook de keuze voor vier desks van CREON. We hebben gekozen voor Barco OpSpace, omdat we met dit systeem alle informatiebronnen heel gemakkelijk en heel snel op één plaats kunnen krijgen, op één scherm. Het is ook heel schaalbaar, dus we kunnen bronnen toevoegen wanneer we ze nodig hebben, maar ook zaken onzichtbaar zetten wanneer we ze niet nodig hebben. Door de multifunctionaliteit van de CREON desk is het mogelijk technische apparatuur van Barco weg te werken onderaan. Dit slaat aan bij ons clean desk principe bij Brandweerzone Antwerpen. Waarom we voor Play gekozen hebben? De ondersteuning van de consultants van Play is altijd zeer kwalitatief, wat de samenwerking natuurlijk heel leuk maakt en het project ook vooruit stuurt.